Hey gasten, leuk dat jullie weer kijken. Dit is de FIFA Experience. We gaan vandaag weer verder met een nieuwe aflevering FIFA Ultimate Team World Cup. Vandaag gaan we gewoon weer opnieuw proberen met het Zuid-Amerikaanse team. Het is eigenlijk nog gewoon precies hetzelfde, dus laten we gewoon maar gelijk beginnen met de goalcompilatie. Oké, dat was dus de goalcompilatie. We gaan nu verder. We hebben ook wat aardig wat coins. In totaal 27, maar daarvoor gaan we niet alles opmaken. Maar we gaan wel eerst even de winkel en het 3 standaardpakketten openmaken. En dan ook nog even het 5k pakketje. Even kijken of we nog een paar waardevolle spelers krijgen. Neymar is natuurlijk nu upgrade geworden. Die is 97. Niet dat we die ooit krijgen, maar het zou leuk zijn. De eerste is Karimi. Nee, daar hebben we niks aan. Oh, ik ga hem niet wegdoen, natuurlijk even in de club. Oké, maar we gaan weer gauw door. Even snel die pakjes openen. Meestal zit er toch niet zo heel goed in. De beste die we hier ooit in hebben gehad is volgens mij Xavi. Want Aguirre heeft volgens mij ook in een pakje gehad. Gabulov, nee, die hebben we wel. Dan kan die gelijk weg. Nou, kom op. In ieder geval even één goeie. Een upgrade of zo. Shaqiri zou ik ook nog wel willen hebben. 81, algemeen hat-trick gemaakt laatst. Best wel netjes. En het is Kostlov, ook een Rus en ook al dubbel. Oké, dus de eerste 3 standaardpakketten waren helemaal niks. Ja, 1 Iranees, maar daar hebben we niet zoveel aan. We gaan dus nu gelijk door naar het 5k pakket. Hopen dat daar iets goeds in zit. We zullen het zien. Nou, kom op. Even kijken wie we als eerst zien verschijnen. Het is Montolivo. En we hebben Ajew en we hebben Chavez. En Margies die rood had gehad de laatste wedstrijd tegen Uruguay, die hebben we ook, maar die hebben we al. Ja, op zich een aardig pakje. Adieu zal lachen, Montolivo, maar we hebben niet zo heel veel aan, dus helaas. Oké, laatste 16, 84 algemeen. Packerman als coach. 100 chemistry. 3-4-3 speelt hij, best wel aanvallend. Met Ronaldo, ik zie al Hazard, ik zie Diego Costa, Schweinsteiger, Xavi. Oftewel een redelijk goed team. Laten we maar gewoon ons best doen. En hopelijk doet Ronaldo en Hazard niet al te goed. Anders hebben we een probleem. Ja, fucking hell. Tering Ronaldo. OP as fuck. Ja, ga maar liggen. Als, wat doe je nou, joh, Ronaldo? Met je fucking hond. Oké. Ah. Keeper zat er nog met zijn vingertop aan. Nee, oké. Goede renner van de keeper. En als de eerste helft. We staan 1-0 achter en we hebben amper een kans gekregen. Het gaat echt kloten. Moet echt gewoon beter. Hallo, erbij. Nee, joh. Keeper. Goed, mooie redding. Alexis. Nou, hup, nu. Ja, dat is gewoon geen buitenspel. Geen buitenspel, nee. Echt niet, scheids. Oké, dan niet, joh. Nou, kom op. Kom op dan. Scoren, hè? Jezus, hoe lang moest dat duren? Oké, het staat weer 2-1. Aansluitingstreffer, we kunnen nog winnen. Winnen, David Luiz. Oké, mooi. Hup, nu kunnen we gaan. Cop Rodriguez. Kijk, nu moet hier goede voorst komen. Ja,
Geef dan een voorzet, jongen. Sanchez. Ah, jongen, zulke ballen hangen normaal. Corner. Kom op, iemand tegenaan. Sanchez. Scheidsie. Sanchez, kom op, jongen. Ah. De keeper zat er weer bij. Kom op, Sanchez, doorgaan, jongen. Wie? Sanchez. Nou, kwadraat, nee! Kwadraat, hoe ver kan je overschieten, man? Oh, corner. Daar lacht waarschijnlijk aan. Mag ik open. Kom op, Dante, Dante! 80ste minuut alweer. Kom op, hup, ingrijp Marcelo. Laat zien dat je er bent. Nu die paas geven, Rodriguez. Rodriguez, goed. Tweede paal. Ja, leg hem dan wat beter terug, Sanchez. Nee. En er wordt afgefloten. We hebben het weer niet verder gehaald dan de laatste 16. We zitten een beetje in een dipje. Dat kan je wel zeggen, natuurlijk. Maar we gaan het wel nog een keer proberen. We gaan de volgende aflevering gaan we Afrika proberen. Hopelijk gaat het daar wat beter mee. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zie je de volgende keer. Later.